Gramang Albert Aboy Koning beëdigd door president Bouterse. Nationaal leger krijgt eigen militaire academie. En Ecuadoriaanse voetbalfans omgekomen bij verkeersongeluk. Goedenavond, dames en heren. Dit is het journaal op maandag 13 augustus. Albert Aboy Koning is het nieuwe groot opperhoofd der Saramakaners. De beëdiging op het presidentieel paleis werd gedaan door president Desiré Bouterse. Een aantal culturele plichtplegingen gingen vooraf aan de beëdiging van Albert Aboy Koning tot groot opperhoofd der Saramakaners. Door president Bouterse werd in zijn toespraak aangegeven dat de Saamaka-gemeenschap met de nieuwe Gramang een turbulente periode afsluit en nu een nieuwe weg opgaat. Daarmee doelende op een periode van 4 jaren waarbij er onzekerheid bestond over de opvolging in deze functie na het overlijden van Gramang Belfon Aboy Koning. We leiden nu een nieuwe periode in. Een nieuwe periode waar we iedereen nodig hebben. Dus ik roep de mensen op, ook degenen die al contact hebben met de foto, weet ik maar. Met elkaar denken apart, Tamara, dan heb ik garo, mogwaku balek foto. Maar vanaf gezondheid ben ik een tang. Want met elkaar denken, voor zorgen dat ik verantwoord ben, voor attentie kon. En dan verantwoord voor Agrama, onder leiding voor Agrama, maar verantwoord voor Allah. Dat alle den takru san san taki alle takru praxeri meka wai meku sap tak na wan new periode wan new begin wan new horizon opo ji asar makal solak. Groot opperhoofd Albert Aboy Koning beloofde er alles aan te doen om de vrede terug te brengen in de Saamaka gemeenschap. Er zijn in aanloop naar de beëdiging over en weer harde woorden gevallen waarvoor hij zijn vergiffenis vroeg. We hebben harde woorden naar elkaar geslingerd. Zoals we allemaal weten, woorden doen meer pijn dan een kofu. Uit het diepste van mijn hart wil ik bij deze de president, de minister vragen om ons bij te staan bij onze poging om de vrede wat we vroeger in het Saamaka-gebied hadden terug te brengen. De nieuwe Gramang wees ook op de unieke culturele diversiteit van ons land, welke wij volgens hem moeten blijven behouden. Nou, Saamaka sembe, Jugapa magakaiko, kude ingiba, telu kudi goni ba weti andi ataki, unfai musulibi no elibi bunu, no atasoi, ta ude sembe da de sembe, de talibi mozun tu kumafari taki. We no sana, abi umeni pei kulu pusembe. Ditali bi adifaside. No isapiki, ta sana da di fosu kondi a goliba. Di a wan model. Fale de oto kondi a goliba. Unfa o musu libi, fu apo i di libi makandi fu. Di sa cha o go fu tena ting. We know sa makario say they are dendu too. No, this is makario they are dendu. Konde masa kabiteni basia uda deti mafen. President Desiré Bouterse is vandaag niet meer naar Cuba afgereisd. In een persbericht van het Nationaal Informatieinstituut wordt aangegeven dat de reis van het staatshoofd wegens onvoorziene omstandigheden is uitgesteld. President Bouterse zou naar Cuba vertrekken voor een medische ingreep. In een eerdere persconferentie op 6 augustus had de president aangekondigd naar Cuba te zullen vertrekken voor een buikhernia-operatie. Het staatshoofd zal op woensdag 15 augustus afreizen. Het Surinaams leger zal medio de eerste helft van 2019 over een eigen militaire academie beschikken. Volgens de minister van Defensie, Ronnie Benschop, heeft dit plan ongeveer 2 jaar in beslag genomen. Vanwege de werkdruk ontstond er wat vertraging, maar we zijn nu stappen dichtbij, zegt Benschop.
De toenmalige minister van Onderwijs, Robert Penneu, heeft het curriculum samengesteld. Minister Benschop hierover. Van de onderwijsopleiding, 2-jarig MBO en een 3-jarige onderwijsopleiding, bachelor. En die algemene vakken, laat me het anders zeggen, die niet-militaire vakken, gaan onderwezen worden door technici van het onderwijs. Waardoor de accreditatie van jouw diploma als je afstudeert dusdanig is dat als je 4-5 jaar hebt gediend in het leven en je naar de particuliere sector gaat, vind je direct die aansluiting. Want die vakken die gedoseerd gaan worden, hebben aansluiting buiten. Dus iemand die gaat afstuderen van onze militaire academie, die gaat direct die aansluiting buiten kunnen vinden. Wanneer buitenlandse militairen afstuderen van de academie, staat het bedrijfsleven te springen om die krachten af te romen. In Suriname zal dat niet het geval kunnen zijn, zegt Benschop. Militairen zullen een overeenkomst moeten tekenen met het ministerie, waarbij zij na hun afstuderen nog enkele jaren moeten dienen binnen de organisatie. Op de academie, fulltime, met de bedoeling dat die regular vroeger moet zijn. Je komt 3 jaar in pa, je dient 4 jaar, 7 jaar, en je 9 jaar, je moet wat door je met carrière. Maar dan heb je al een deelpension opgebouwd. We gaan je wegjagen, maar je krijgt een gelegenheid. En die bul die je gaat hebben, gaat de weg buiten voor je open. Daarmee zijn we bezig. Bouwconcept is er al. Fondsen zijn we al bezig her en der te zoeken. Deze academie gaat gebouwd worden zonder begroting van de overheid. We gaan Suriname laten zien. Als je smart bent, hoef je niet te gaan leunen bij de overheid om iets te doen voor geliefd Suriname. En met deze academie kan ik je zeggen, wanneer het zover is, de eerste helft komend jaar, gaan we het openen. Kan je zeggen dat andere instituten ook sessies gaan willen komen volgen op onze academie. Volgens de minister is de bestektekening al af. Ook het beginkapitaal is aanwezig. Aanstaande donderdag wordt de opdracht gegeven om te beginnen met de aluminiumconstructie die eerder werd aanbesteed. De genie zal zorgen voor de bouw. Die zal een besparing van $180.000 tot $200.000 opleveren, zegt de minister van Defensie. Het bestuur van de Centrale van Landsdienarenorganisaties heeft gisteravond de loononderhandelingen met de minister van Financiën en de onderhandelingscommissie van de regering voortgezet. Michael Miskin, die namens de CLO de onderhandelingen leidt, zegt dat er nog geen overeenstemming is bereikt met de regering en dat de gesprekken vanavond zullen worden voortgezet. De CLO heeft als voorstel de incorporatie van de 500 SRD koopkrachtversterking en in de eerste fase een 25% loonsverhoging. De regering op haar beurt praat ook over de incorporatie van de koopkrachtversterking, maar biedt wel een gefaseerde loonsverhoging aan van 15% in september en 10% in januari 2019. Het bestuur moet de ledenraad woensdag weer informeren over de stand van zaken. Vrijdag tijdens de verdaagde vergadering van 3 augustus hebben de leden een ultimatum gesteld voor woensdag 15 augustus. Als de resultaten van de onderhandelingen niet bevredigend zijn, overwegen de bonden binnen de CLO in actie te gaan. En de eerste afgestudeerde aan de faculteit der Wiskunde en Natuurkundige Wetenschappen, studierichting Scheikunde, is Shruti Somai. Deze studierichting ging in 2015 van start en is een 3-jarige opleiding. Somai deed er precies 3 jaar over zonder 1 herkansing op een tentamen. Shruti Somai doet haar verhaal.
Heel prettig. Het was niet makkelijk, maar ik ben die uitdaging aangegaan. Die podocerievruchten heb ik van para verzameld en die analyses zijn uitgevoerd in het lab. Podocerie, zoals ik al eerder zei, heeft wereldwijd heel veel belangstelling gekregen vanwege zijn opmerkelijke antioxidantcapaciteit. En deze antioxidantcapaciteit wordt gecorreleerd aan veel voorkomende chemische stoffen. En deze chemische stoffen zijn makkelijk degradeerbaar in aanwezigheid van zuurstof, door de temperatuur, door licht, vandaar. Somai verdedigde de titel anthocyanin en antioxidant stability of freshly prepared podocerie extract compared to that of 24 hours old podocerie extract. Tijdens de presentatie gaf ze alle stappen weer die zij gebruikt heeft tijdens haar onderzoek. De focus in deze is niet gelegd op het product, maar op het extract van podocerie. Mijn onderzoek ik heb me specifiek gericht op het extract. Ik heb me niet echt gefocust op die podocerie producten. Maar de resultaten van mijn onderzoek hebben wel uitgewezen dat zijn antioxidantactiviteit onder andere in de tijd afneemt. Hierna mochten er vragen worden gesteld, die vlot werden beantwoord door deze jonge Surinaamse wetenschapper. Ten slotte volgde de felicitatie. Gerda Wezenhagen, richtingscoördinator scheikunde, zei het volgende. Ik voel me vereerd en bevoorrecht om hier vandaag te staan als het hoofd van de afdeling chemie, die de eerste afgestudeerde bachelor in chemie aflevert aan de Surinaamse gemeenschap, maar ook aan de wereld. En dit laatste zeg ik in de eerste plaats omdat Shruti, ze heeft het ook zelf aangegeven, maar ik was het niet vergeten om het ook te melden, dat ze over een paar dagen, en om precies te zijn over 2 dagen, zelfs korter dan 2 dagen, vertrekt naar de Verenigde Staten, waar ze haar studie zal voortzetten. Het traject dat ze in gaat slaan is, ze begint met een master en direct daaraan sluitend mag ze haar PhD vervolgen. Indien ze dat wenst en we hopen dat ze dat ook doet. Ik zeg ook dat we ze afleveren aan de wereld, omdat dit chemieprogramma een geaccrediteerde is. En wat wil zeggen dat je wereldwijd geen problemen zal mogen ondervinden om aansluiting te hebben met een masteropleiding. En dit was het Nationaal Nieuws. En bezoek onze website stvs.sr. Bedankt voor uw aandacht.